Ik ben hier bij Bakkerij van Eindhoven, want traditiegetrouw wordt hier door buurtvereniging Looeind jaarlijks oliebollen gebakken. En men is druk in de weer. De hele dag is het hier een komen en gaan van iedereen. En wij nemen even een kijkje. Hoeveel hebben jullie er al gebakken vandaag? Hoeveel? Ja. Nou ja, ik denk een 108 al. Misschien wel meer. Ik heb ze eigenlijk niet geteld. Tot hoe laat gaan jullie door? Totdat alles op is. Is het al druk geweest vandaag? Ja, heel druk. Ja. Vooral rond het middaguur is het echt, stond er buiten op de straat een lange rij. Ik weet al waarom ze willen wachten, want ze zijn heel lekker. Speciaal een liemd vandaag voor de oliebollen te kopen? Ja. Hoeveel ga je er kopen? 7. Ga je ze allemaal zelf opeten? Nee. Nee, ga je ze delen? Ja, helaas. Waar gaat de opbrengst naartoe? Voor de vereniging hè, van Looeind, buurtvereniging. Mensen uit de hele omtrek die komen speciaal voor jullie oliebollen. Hè? Wat maakt nou jullie oliebollen zo lekker? Met liefde behandeld. Gaat u ook naar de oliebollen, mevrouw? Ja. Oh. De oliebollen halen, ik kom helemaal uit Schijndel. Uit Schijndel? Altijd. Hoe weet u dat dan, dat het hier... Ja, dat heb ik ooit hier per ongeluk ontdekt. En ik vond ze lekker, dus ik denk, elk jaar kwam ik terug. Ik wens iedereen voor het nieuwe jaar alle goeds en het allerbeste en heel veel geluk. Ijverige poedersuikerscheppende mevrouw, hoeveel zakjes heeft u zo al gemaakt vandaag? Nou, ik zou het niet weten, want ik moet tussendoor ook af en toe nog een keer een beetje kletsen. Dus dan weet ik echt niet hoeveel zakjes dat ik hier gevouwen heb. Ik ben gelukkig naar de kleuterschool geweest, dus ik heb leren vouwen. Ik wens iedereen het allerbeste. Tel je mee? 1, 2, 3, 4. Doe je er nou nooit eentje stiekem extra in? Jawel, als ik twee kleintjes heb, dan doe ik die tel ik voor 1. Dat is lief, hè? We hebben toch een beetje de kerstgedachte nog, hè? Ja. Heb ik hem meegeteld? Het is nou 7 al, hè? 8, 9, 10, 11. Ik wens iedereen een gelukkig en gezond nieuwjaar. Ik hoor net iets. Hoeveel bollen? Ruim 4000 oliebollen. Jee, wat veel. Ja, 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 dat is zo. Dat is al standaard. Dat is jaren is dit zo. We hebben vorig jaar iets meer... Voor het eerst iets meer gedaan. Ja, de klandizie is er, dus waarom niet? Hoe vroeg zijn jullie begonnen vanmorgen? Ik ben niet zo vroeg begonnen, want ik doe de verkoop. Hè. De verkoop komt na het maken, dus ik denk dat ze om 6 uur zijn begonnen. Ja, Jos was toch al wakker, hè. De bakker is altijd vroeg wakker. Dus. Is hij gewoon opgebleven? Ja, denk ik. Even over het recept. Zit dat nog iets geheims in? Het is een goed merk. En dan moet het op de juiste manier gemaakt worden. Dus de juiste minuten draaien, de juiste hoeveelheid water erbij. Ze smaken goed, prima. De juiste tijd om te reizen. Ik wens iedereen een gelukkig nieuwjaar en een fijn 2019. Ja. Dit doen we al 30 jaar. Bij de supermarkt hier in Liemde toen de tijd. Dat was toen nog de Spar. Dat was voor een tafeltje of ja, een kraampje met 2 frietpalletjes. En daar deden we de oliebollen in bakken. Daar zo is begonnen. En toen van lieverlee heeft Jos van Eindhoven de bakker hier deze ruimte aangeboden. Dat we dan toch een beetje warm konden staan. Want het is toch winter en dan ja, dat is toch wel weer een vooruitgang geweest. Professionele pannen voor het, hè? Nou een beetje zo dat we meerdere tegelijk kunnen bakken. Ik wens iedereen heel veel plezier in 2019. Ze zijn heerlijk in de oliebollen. Oh, geweldig. Geweldig. Ja, ze kunnen het bijna niet aan, zover als er vraag naar is. Hè? Ja, want wij hebben begrepen dat jullie als bakkerij een ruimte ter beschikking stellen, zodat ze kunnen bakken. Wat geweldig. Nu, ja, doen we al bijna 30 jaar, hoor ik. Nee, ze bakken al bijna 30 jaar. Ze bakken 30 jaar en klein begonnen, maar nu mag het hier. Ja, ja. Ja, al heel veel jaren. Is heel leuk. Ik wens iedereen heel veel vrede en heel veel vrolijkheid in het nieuwe jaar. Gelukkig nieuwjaar. Ik sta hier op de eerste dag van het nieuwe jaar bij de Langspier. En dadelijk is de nieuwjaarsduik. We gaan kijken naar al die helden die dadelijk het koude water inspringen. Ik ben hier bij Nicole van Spaandonk, de organisator van de Nieuwjaarsduik. Klopt, Nicole, hè? Ja, in samenwerking met de Langspier en Buurtsport Boekstel hebben we, ja, ik denk dat het nou 14 jaar geleden is. Het is de 14e keer. We besloten na de zwemvierdaagse in de zomer dat we ook maar eens een nieuwjaarsduik moesten doen. En daarna zijn we begonnen. En ja, het is begonnen met, ik geloof, 8.
38 mensen. En vorig jaar hadden we er 99. Dus hoopten we dat we dit jaar de 100 zouden halen. Maar we zijn geëindigd op 93 mensen. Dus dat is wel een hele knappe prestatie, vind ik. Ja, absoluut. Iedereen was wild enthousiast, hè? Ja, ze hadden er echt allemaal heel veel zin in. Ja, zelfs de kickforsmannen. Dus dat vond ik wel heel erg knap. Ja, en de warme chocomel doet het goed aan het einde. Ja. Want die moesten echt voor de beveiliging zorgen? Of, Ja, die zitten in het water voor als iemand een kramp krijgt of in paniek schiet van welke kant moet ik uit, dan begeleiden zij ze naar buiten. Maar eigenlijk afkloppen, het gaat ieder jaar goed. Ja. Dus volgend jaar het 15e jaar, dus daar moeten we wel iets speciaals van maken. Ik ga ervan uit dat jullie erin springen. Nee, helaas, wij moeten op de kinderen letten. Oh, ja, dat is echt heel jammer. Ja, dus jullie hebben goede smoes. Ja. En zijn er familieleden van jullie die er wel in springen? Ja, mijn man en mijn zoontje van 8. Ja. Ik ben benieuwd wat hij het gaat doen. En is het de eerste? Is het de eerste keer? Ja, het is de eerste keer. Okay, ja, nou, wij gaan supporteren. Ja, wij gaan supporteren. Ja. U bent de oma? Ja, ik ben de oma. Ja, wij zijn toeschouwers. Mijn man gaat springen samen met onze oudste zoon. Ja. Mijn moeder gaat springen. Die is tweede kerstdag 70 geworden. En die gaat wederom een duik maken. Met al haar kleinkinderen die in ieder geval A-diploma hebben. Want Noor mag nog niet mee. Want die heeft nog geen A-diploma. Dus die moet nog even wachten. Volgend jaar? Misschien wel. ABC? Nou, dan kun je vast en zeker naar de overkant zwemmen, toch? Hé, hey, veel plezier vandaag, ja, hè? Is het trouwens de eerste keer dat ze meedoen? Nee, de vijfde of de zesde keer al. Dus ze zijn allround, hè? Ja. Veel plezier in ieder geval. Dankjewel. Vroost nieuwjaar. Ja. Gelukkig nieuwjaar! En wie? Mama. 3, 2, 1! Ja. Geweldig, echt een kick. Ja, ik hoorde dat u met kerstmis 70 bent geworden. Ja, dat klopt, ja. Nou, is het niet koud nou? Een beetje wel. Nou, een klein beetje wel, ja. Gaan we de chocolademelk. Ja, ja. Tot ziens. Willen jullie nog gelukkig nieuwjaar wensen aan iemand? Ja, aan mijn familie in België. Oké, okay, en jij? Aan heel de wereld en onze hond. Jij bent ook kopje onder gegaan. Ik ben kopje onder gegaan. Is het kikken? Het is kikken en het is goed en gezond voor je om 30 keer te doen, hè? Ja, in de kou. Ja. Ik wil iedereen allemaal de beste wensen. Nou, en vooral de familie en vooral mensen die ziek zijn, allemaal weer beter worden en een gelukkig nieuwjaar. Ja, helemaal mooi gezegd. Ja. Hey, fijne dag nog. Dankjewel, hè? Hoor. Ja, tot hoor, ziens. Dank. Was het leuk? Ja. Was het niet koud? Een beetje wel. En papa, hoe is mijn papa? Ook koud. Ja. En jullie zijn ook een beetje kopje onder gegaan? Nee, ik niet, want het is een beetje te koud. Ja, dat snap ik. Ik durf er helemaal niet in. Ik vind het keigoed gedaan van jullie. In ieder geval een gelukkig nieuwjaar. Ja. Dankjewel, jullie ook. Viel het mee? Viel best mee, hè? Ja. Dus weer. Oké. Nee, toch. Ik doe het wel. Oh. Nou, jij bent gewoon een superman voor de tweede keer en dan helemaal kopje onder. Maar goed, nou is het wel koud zeker. Nee? Bietje. Was leuk? Ja. Was de eerste keer dat je deed? Ja. Dus volgend jaar ben je er weer bij? Denk het wel. Ben jij Nederlands? Of niet? Ja, jij bent Nederlands. Ik hoorde ook dat er Engelsen tussen waren. Oh ja. Oké. Okay. Oh, was het de eerste keer voor jullie? Eerste keer? Nee. Wij doen het hoe lang? Heel lang mee. Ja, heel lang mee. Wij doen het wel elke jaar. Yes. First time here. It was so cold, but it's lovely. Yes? It's nice to do it with the family. Where do you come from? From Australia. Oh. Yeah. So this is cold. Het is wel koud, wel koud, wel koud, ja. Een geweldig evenement. Iedereen is enthousiast en blij dat ze het overleefd hebben. De oliebollen zijn op, de warme chocolademelk.
En iedereen heeft nog volop energie. Op naar het volgend jaar. La la la.